Rijkaard. Blind die af en toe probeert aan te vallen. De Boer doet dat nu ook. Van Basten, weer de Boer. Tussen de benen door. Ja, dat was verrassend. Daar zal het van moeten komen vanuit die posities aan de zijkant. De Boer die zich verstapt. Een Torsvet die er niet echt van schrok. En zo zie je als Blind en de Boer bij aanvallende acties betrokken zijn, dat in principe één van de vleugelverdedigers overbodig is. Zonder hen nou als schuldige te willen aanmerken van de 1-1 op dit moment op het bord, zou je van de coach mogen verwachten dat hij bij meer durf een verdediger opoffert voor een extra aanvaller. Wil je tenminste op de winst spelen. Hetgeen dus absoluut niet de schuld is van of Blind en de Boer. Maar zij zijn steeds vrij, steeds in balbezit. Bergkamp, Van Basten. Het is natuurlijk ook zo dat één briljant moment van die twee de wedstrijd alsnog positief voor Oranje kan doen verlopen. Koeman oppassen, gelijk weg, Strandli. De Boer in de problemen, Jacobsen. Koeman herstelt het, maar niet echt lekker. En het schot van Sørloth brengt de Noren op 2-1. En zo gebeurt wat al een kwartier dreigde. De Noren komen op 2-1. Na slordigheden en blunders in de Nederlandse verdediging. Eerst gleed Koeman weg, dan kan de Boer de bal niet wegrammen en Sørloth zegt dank u wel en kegelt die bal onder de mens zo door. En zo dreigt hier in Ullevaal dat wat er al een tijdje zat aan te komen, namelijk verlies voor het Nederlands elftal. Göran Sørloth, 30 jaar, schiet 13 minuten voor tijd onder toeziend oog van koning Harald de Noren op 2-1. En dat heeft het Nederlands elftal aan zichzelf te wijten. Toegegeven, het is geen uitgespeelde kans. Het was een absolute toevalstreffer. En Nederland zal andermaal de mouwen moeten opstropen naar een achterstand. Egil Drilo Olsen en zijn assistent Ukland zijn uitermate tevreden en gelukkig met deze ontwikkeling. Vorig jaar al klopten de Noren Italië in een EK-kwalificatiewedstrijd, ook hier in Ullevaal. Met 2-1. Ja, nu zal advocaat moeten wisselen. Van Basten. Strand op, Braatzet. De Boer, Van Basten. Buitenspel, randje. Nu hangt het van hem af. Welke ingeving hij heeft, Dick Advocaat, in zijn eerste grote WK-kwalificatiewedstrijd als verantwoordelijk coach. Sørloth, Jacobsen, Strandli, Blind sluit de deur. Talment komt erin. Een aanvaller dus voor een aanvaller. Geen verdediger opofferen. En dan maar hopen dus op een bevlieging, een grillig moment van Gaston Talment. Zoals hij die ook namens Feyenoord regelmatig heeft. Voorlopig heeft Oranje maar 10 minuten. En kijkt het naar wat Mukland doet.
En oh, wat was dit weer dreigend. En wat moet Blind die bal daar corner geven. Helemaal vrij voor de goal. Cetil Rekdal. Jacobsen geeft aan dat er ook bij de Nooren weer gewisseld wordt. Sørloth wordt bedankt voor zijn 2-1 en wordt vervangen door Jostein Flo. Een boomlange kerel. En deze man, Göran Sørloth, zullen de Nederlandse voetballers zich denk ik nog wel even herinneren. En Flo kan heel goed koppen. Daar raakt hij die bal aan, legt hij hem klaar. Nielsen met zijn afstandsschot. Van Basten raakt de bal half. Mukland. Ingebritsen. En nu Oranje moet aanvallen. Is er nog meer ruimte voor de Nooren. Flo. Die ook nog in België speelde bij Liersen. Maar voor veel geld terugkeerde naar Noorwegen. Jacobsen krijgt een standje dat hij op moet schieten. Want dat Harel zijn klok in de gaten houdt. Mukland. Runebraat zet. Jacobsen. En Ingebritsen stuurt Flo weg. Blind. Strandli. Bal gespeeld, zegt Harel. Geen overtreding. Bergkamp met Roger Nielsen. Talmens, eerste balcontact. Gaat over de schoen bij Mukland. Die een overdreven gele kaart krijgt, vind ik. Advocaat gaat nog eens wisselen. Althans, dat is hij van plan. Jan Wouters gaat eruit. Willem Kieft komt erin. Wouters die vrijdagavond alweer moet spelen met Bayern tegen Borussia Dortmund. Kieft die naar de punt van de aanval gaat en duidelijk de instructies van de bondscoach meegeeft aan de anderen. De laatste set dus van de coach. Die nog 6 minuten heeft. 5, oké, ook goed. De Boer. Rekdal. Blind. Flo. Rekdal. Blind. Braatzet die goed de zone afdekt. Talment. Bergkamp die nu iets meer van achteruit komt. Nu Kieft dus speelt.
Witsche is links buiten geworden. Rijkaard, Bergkamp en de Nooren hebben heel veel mensen achterin. Talment. Rijkaard, schot geblokt. Corner. Torstvedt dirigeert zijn defensie. Blind aangespeeld door Witsche. Flo is achterin en daar was Willem Kieft. En daar is natuurlijk ook Erik Torstvedt. En inmiddels zijn we er weer daar. Bij Frank Strandli. Vijf keer won Oranje dus van Noorwegen en vier keer verloor het. En alles wijst erop dat die stand nu wordt gelijk getrokken. Want we hebben nog een minuut of drie. En Björn de Bu stiek uit Trondheim heeft geen haast. Jostein Flo nu in de gaten gehouden door Frank Rijkaard. Siloy. Ingebrigtsen. Strandli. Nederland gooit in. Bergkamp, ja, de heren gaan er hard in en dat is logisch. Natuurlijk kijkt Dennis Bergkamp boos en krijgt hij een vrije trap. Maar daar schiet je niets mee op. Talment, Rijkaard. De laatste keer dat Nederland hier in Ulevaal speelde in het oude stadion, won Oranje met 2-1. Ook toen was het een WK-kwalificatiewedstrijd. Als u gisteren heeft gekeken naar ons sportjournaal, dan zag u die beelden. De doelpunten van Cruijff en Barry Hulshoff. 2-1 dus toen voor Nederland. 2-1 is het nu voor de Nooren. Met nog een dikke minuut. Witsche. Eén briljant moment van Basten of Bergkamp. Kan ons nog een punt opleveren. Meer zit er niet in. Maar de kans daarop is uiterst gering. Nielsen. Gewoon wegrammen. Siloy. Overtreding Mukland, die vlaag gaat liggen. Erik Mukland. Een van de vijf die nog in de eigen Noorse competitie spelen. De zes anderen dus in het buitenland. Maar behalve Braadset niet eens echt top. En deze Nooren, van wie Flo nu kopt op men zomaar zonder kracht. Deze Nooren hebben het Nederlands elftal het vuur na aan de schenen gelegd. En zo glipt de eerste WK-kwalificatiewedstrijd Oranje volledig uit de hand. Na de 3-2 nederlaag in Eindhoven tegen de Italianen, de sterke Italianen, wilde Dick Advocaat meer zekerheid. Siloy is aan zijn gezicht geblesseerd. Siloy toch al een grote pechvogel. Herinnert u zich die zware blessure aan zijn oogkas en vervolgens zijn gecompliceerde knieoperatie. Nu een blessure aan de neus. En Koeman, gelouterd bij Barcelona en het Nederlands elftal. 24.000 Nooren en heel wat thuis voor de tv zijn in opperbeste stemming. Gisteravond dus al in Frederikstad. Jong Noorwegen, Jong Oranje 1-0. We spelen in de extra tijd. En alles hangt dus af van de klok van Demi Harel uit Toulon.
Brandset. Rijkaard. Mukland. Rekdal. En de doorschuivende Ingebrigtsen. Noorse ploeg zeer fit. Rijkaard haalt zijn man onderuit. En heeft geluk dat Harel mild is. Anders had hij zijn tweede gele kaart en dus rood gekregen. Dat zou het drama voor het Nederlands elftal alleen maar groter hebben gemaakt. Kijk, dit is gewoon van achter de pakken. En Rijkaard heeft dus vreselijke mazzel. Ingebrigtsen heeft de tijd. En dat Hea Norke, waar kennen we dat van? Van de schaatstempel van Bislett. Een kilometer hier vandaan. Nielsen. De Boer. Rijkaard. Ingebrigtsen hoger in op Jostein Flo. In de tang bij Rijkaard. Blind en weer Flo. Menzo krijgt de vrije trap. Aanvallen in zijn doelgebied. Bergkamp. En dan kijkt Harel op zijn fluit en gaat hij afblazen. Dat doet hij op dit moment. En de Noren zijn uitzinnig. En eerlijk is eerlijk. Noorwegen heeft verdiend vanavond in Ullevaal. Wat helemaal uit de bol gaat. Heeft verdiend gewonnen van een Nederlands elftal. Wat te lang op zekerheid heeft gespeeld. Wat te weinig risico heeft genomen. Niet op de overwinning heeft gespeeld. En dan krijg je tegen felle, gretige voetballers. Krijg je het lid op de neus. En zo gebeurde het vanavond. De 23e september in Ullevaal in Oslo. Waar Noorwegen historie schrijft in de eigen voetbalgeschiedenis. En het Nederlands elftal een gevoelige dreun toebrengt. In de aanloop op weg naar dat WK wat in de zomer van 94 in Amerika wordt gehouden. En de anderen, bijvoorbeeld Engeland, bijvoorbeeld Polen, bijvoorbeeld Turkije. En ook deze Noorse coach, Egil Drillo Olsen. Zij lachen in hun vuistje. En kijk eens, wat is die man blij. En terecht, de man die het voetbal zo wetenschappelijk benadert. Zijn computer gebruikt als hulpmiddel. En hier gaan de Nooren, terwijl Oranje al is afgedropen richting de kleedkamers. Rune Braadzet. En dit is Göran Sørloth, die man in het wit, die die beslissende 2-1 scoorde. Noorwegen klopt dus Oranje, dik verdiend met 2-1. Italië zei, ja, we kunnen pas conclusies trekken na Nederland-Noorwegen. Heb je al conclusies getrokken? Nou, die conclusie is dat we de eerste helft zeer goed gespeeld hebben. Genoeg kansen gecreëerd hebben, alleen die kansen niet afgemaakt hebben. De tweede helft was het allemaal iets minder, maar ondanks dat creëert er nog 2-3 open kansen. En dat was vandaag het grote probleem. En als je dan ziet dat zij weer 1 of 2 kansen krijgen en 2 keer scoren, ja, dan moet ik zeggen dat de gelukkigste ploeg gewonnen heeft. Is iets minder in de tweede helft niet een beetje een understatement? Ja, het was minder, duidelijk. Maar de eerste helft kostte natuurlijk ontzettend veel kracht, omdat zij zo fanatiek speelden. En dat hadden we eerst zelf vrij goed onder controle. Zij spelen natuurlijk een heel makkelijk systeem en dat beheersen ze tot in de perfectie. En het is gewoon een uitstekende ploeg. Een uitstekende ploeg, maar van Nederland verwacht je toch over 90 minuten gesproken aanzienlijk meer dan nu in de totaliteit geboden is. Nou, ik vind dat je over de eerste helft niet ontevreden kan zijn, want ik denk dat het toen heel goed gespeeld is. Maar ook Noorwegen kreeg kansen in de eerste helft. Ja, maar niet zoveel als Nederland. Ik denk dat we toch 4-5 hele goede kansen hebben gekregen. Maar ik zei, Nederland heeft over het geheel veel te weinig geboden voor een ploeg met deze status. Jawel, dat vind ik wel. Zeker als je over de tweede helft praat. Wat mij opviel was, dat schoot me te binnen tijdens de wedstrijd, dat je een man als Gullit met zijn persoonlijkheid, zijn uitstraling, zo ontzettend mist in dit elftal. Ja, maar andere weken heb ik altijd wat anders gehoord. Maar niet van mij? Niet van jou, nee. Oké, maar jij hebt een andere mening daarover. Maar deel je die mening? Nou, ik heb altijd gezegd dat Gullit voor het Nederlands elftal nog zeer waardevol is. En die mening, daar blijf ik achter staan. Als je Noorwegen en Nederland bekijkt, er is ooit gesproken over voetbaldwergen. Die bestaan in Europa, maar Noorwegen behoort duidelijk niet tot de categorie voetbaldwergen. Ja, het is duidelijk dat Noorwegen de afgelopen 2 jaar heeft bewezen dat ze eraan zitten te komen. Als je ziet hoeveel punten ze vorig jaar in hun pool hebben gehaald. Wij wisten dat Noorwegen een hele goede ploeg had en dat mogen we zeker niet onderschatten. Je hebt vooraf gekozen voor een bepaalde opstelling met meer zekerheid. Met toch Frank de Boer als linksachter, met Wietsche daarvoor en geen Arthur Nuurman. Kortom, een accentverschuiving naar defensieve zijde toe.
Ben je daar blij mee achteraf? Ja, als we nu gaan kijken hoeveel kansen zij hebben gehad. En hoeveel kansen wij gecreëerd hebben, dan denk ik dat we defensief heel goed gedaan hebben. Maar toch denk ik dat je meer bij Van Basten en Bergkamp moet komen naar rust. Ja, dat heb ik al aangegeven. Maar dat komt toch ook door het feit dat je met twee defensieve spelers staat, terwijl nu maar een meer aanvallende, meer creatieve speler is? Nou, ik kan niet met die mening meegaan, want ik denk dat Rob Wietse natuurlijk ook een creatieve, aanvallend ingestelde speler is. En geen defensieve speler. Als je dit elftal ziet spelen, zeg je dan dit elftal mist concentratie, mist scherpte, mist doorzettingsvermogen. Als je de Noren ziet, zeg je ja, die wilde maar één ding, absoluut winnen. Hoe dan ook. Ja, dat zag ik ook de eerste helft bij het Nederlands elftal. En de tweede helft vallen er een paar weg, en zeker conditioneel. En die Noren spelen zeer scherp. Maar dat hebben ze, al die wedstrijden die ze hier spelen, spelen ze scherp. En hier gaan nog meer ploegen aan. Alleen het is vervelend dat wij de eerste zijn. Je zegt een paar vielen er weg in de tweede helft, zeker conditioneel. Wie? Ja, ik denk niet dat het belangrijk is dat ik die naam noem. Dat zal ik wel tegen de spelers zelf zeggen. Maar hoe kunnen spelers op dit niveau conditioneel wegvallen? Nou, ik denk dat het ook met de sterkte van de tegenstander te maken heeft. Door veel arbeid te doen in de eerste helft viel een aantal in de tweede helft conditioneel weg. Ja, het kost natuurlijk ontzettend veel kracht. Op de manier zoals Nederland moet spelen tegen een ploeg zoals Noorwegen. Die met allemaal 10 man achter de bal spelen en pas gingen voetballen als wij die fouten maken. Dus dat kost ontzettend defensief, ontzettend veel concentratie. En ik vond dat ze dat eerste helft goed gedaan hebben. Tweede helft een stuk minder. Het is natuurlijk heel vroeg om nu conclusies te trekken. Je hebt vastgehouden aan deze groep na het EK. Ga je daarin schuiven? Zijn er meer jonge mensen nodig, fitteren? Nou, dat zullen we zien tegen PSV, tegen Polen, Kees. Ik proef eruit dat je denkt dat er toch iets moet gaan veranderen. Dat is jouw conclusie. Dit moet toch een ongelooflijke teleurstelling voor je zijn, de eerste WK-kwalificatiewedstrijd. Ja, het is altijd een teleurstelling als je verliest. En zeker de eerste kwalificatiewedstrijd. De enige troost is dat we 2 jaar geleden ook zo zijn begonnen en daarna geen wedstrijd meer verloren hebben. En dan moeten we ons daar maar aan vasthouden. We wachten af. Verkent een bepaald moeizame start in groep 3. Na het gelijke spel tegen Letland kwamen de Denen in de Vilnius.